Ik ben nu bij Emporio aangekomen. Emporio is een nieuwkomer, een zeer veelbelovende, met zoals bleek in het afgelopen jaar de hoogste korrelopbrengst in het zeer vroege segment. Het is dan ook een zeer vroeg gras, tot vroeg gras met een NIVO 215. Het kenmerkt zich door een zeer goede jeugdgroei of snelheid grondbedekking. En tegelijkertijd zien we dus dat het ras heel goede lammerkundige eigenschappen heeft. Wat dat betreft ook zeer geschikt is voor tilt onder wat moeilijke condities. Denk bijvoorbeeld aan problemen die ze kunnen voordoen met builenbrand of kopbrand. Juist onder die condities kenmerkt of onderscheidt zich dit ras ten opzichte van andere rassen. Het is een ras wat uitermate geschikt is om te telen als vroeger silomais, eventueel als MKS of CCM. Maar kan ook heel goed dienst doen als maisras wat uiteindelijk geoogst wordt als droge korrelmais. Het is een van de meest veelbelovende rassen in ons pakket van KWS voor 2023.